Hallo, Hey. ik ben hier te gast bij René Kameraad. René is auteur, onder andere van dit mooie boekje, wat eigenlijk een verhaal is over wie jij bent. Het is autobiografisch. Hij heeft meer boeken geschreven en hij is op dit moment ook de laatste hand aan het leggen aan een nieuwe roman. Kun je misschien in het kort iets over jezelf vertellen, René? Ja, nou, ik ben wel een levenslustig mens. Die best wel veel dingen heeft meegemaakt, zowel op werkgebied als op relatiegebied. En weet ik veel, een heleboel dingen. Ik ben van DJ ben ik geweest tot danser en elektronicus en inrichtingswerker. Dat is eigenlijk mijn vak. En ja, sinds 2013 leg ik me inderdaad een beetje toe op dat schrijven. Dus daar zit nog steeds een groeiende lijn in, heb ik het idee. En dit, hè? Dit heb jij ook gemaakt. En ja, ik heb een paar jaar, dat was 1997 tot 1999, eigenlijk 3 jaar, ben ik helemaal doorgefriekt in het schilderen. Beetje abstracte kunst. Wat je ziet daar is het meisje en de struisvogel. Maar daar moet je misschien een paar keer voor kijken, wil je dat eruit halen. Ja, maar het komt heel vaak neer op gewoon expressief zijn, hè? Of dat nou dans is, of schilderen, of nu dan schrijven. Ik zie het als mijn roeping, of, hè, of als iets mensen, om uitdrukking te geven aan mijn gevoel. Ja, en is dat, en je noemt een aantal verschillende manieren, dus het DJ zijn, dus met geluid bezig zijn, schilderen, wat echt pure expressie is, en schrijven, zitten daar verschillen in hoe je je uit, in wat je uit, in zeg maar het medium, bepaalt dat hoe je iets uit jezelf kwijt kunt? Ja, nou kijk, het cliché zou misschien zijn, hè, want verbeelding is alles. Hè, dus zowel bij schilderen zie ik dingen al voor me als met dans, maar dat gebeurt eigenlijk meer spontaan. Dan zie je toch ook iets voor je, hoe je wilt dansen en bewegen. En met schrijven, ja, is het nog meer dat je gewoon, er is niks, maar je ziet het voor je hoe een roman gaat lopen of hoe mensen zijn. Ja. Ik vind het schrijven wel moeilijk hoor. Ik vind, vooral omdat je iets hebt geschreven en dan denk je zo, dit is goed. En dan een maand later lees je het weer en denk je, heb ik dat geschreven? Dat moet echt wel beter. Waarom zag ik dat niet? Oké, nou dat is mooi, dat is een ontwikkeling toch? Ja. Maar ik doe het veel. Ik doe het 20 uur zeker per week. Dus Zo, dat is een behoorlijke discipline. ja, elke dag. Elke werkdag, zeker 4 uur, soms wel 6 uur, zit ik in de fictie, zou je kunnen zeggen. Geweldig, geweldig, geweldig. Hoe ben je begonnen met schrijven? Wat heeft jou ertoe bewogen om op een gegeven moment deze discipline, zeg maar, te gaan hanteren? Ja, nou ja, misschien. Dat is misschien ook een beetje niet helemaal waar, weet ik niet. Maar ik had ook wel een vriendin die deed dat voor de beroep. En die was gewoon, die had daar een soort macht, een soort kracht, weet je, die was gewoon heel sterk daarin. En dat ik dacht van, nou, ik had soms het idee dat ik het gewoon veel beter wist dan zij, maar zij kon zich gewoon veel beter uitdrukken in taal. Ja. En toen dacht ik, als je echt heel goed kan uitdrukken in taal, dan openen er ook andere werelden of zo. Dus ik dacht ook nog toen ik begon van, nou, nee, van ook als ik geen internationale bestseller schrijf, dan heb ik het al voor mezelf gedaan, want ik heb iets getraind, zeg maar. Oké. En hoe heeft zich dat ontwikkeld de afgelopen jaren? Op een gegeven moment begin je en je hebt nu al 2 boeken geschreven en je bent nu aan je derde bezig. Ja, vind ik een moeilijke vraag. Kan je dat nog een keer stellen? Nou, hoe zich het ontwikkeld heeft, het schrijven, het expressie geven aan jezelf. Ik bedoel, ik neem aan dat je eerste boek anders is, misschien ook een andere René laat zien dan het boek waar je nu de laatste hand aan legt. Ja, nou, ik ben altijd wel iemand van de lange termijn.
Dus wat ik heb ook wel gedacht, die eerste twee boeken die waren nodig gewoon om dit om deze internationale bestseller te schrijven, om dit hele goede boek te schrijven. Als ik terugkijk naar het eerste boek, ja, ik was toen de hele dag, de godganselijke jaar was ik bezig met filosofie. Okay. Dus als je dat boekje leest, dan, nou ja, voor normale mensen is het niet te begrijpen. Oké. Okay. En toen dacht ik, dat tweede boek, dacht ik van, kijk, de lezer bepaalt de betekenis van een woord. Dus wil de lezer, die moet eigenlijk mij kennen, om dingen te begrijpen. En daarom dacht ik van, om mij te leren kennen, schrijf ik een autobiografische roman, dat je denkt, oh, iemand schrijft het over, ik zeg maar wat, een isoleercel, maar die heeft daar verstand van, of zo, of die heeft dat, hoe moet dat zijn? Dus dat tweede boek, die autobiografische roman, is ook zeker geen ego-document, volgens mij, of in ieder geval niet van, kijk mij eens wel hoe goed ik het gedaan heb, maar het is meer dat je denkt, af en toe van, wow. Ja, dat is dus dit boek, hè? Dat is... Een romantisch manifest. Ik weet niet of je dat zo goed kunt lezen. Een romantisch manifest. En wat een leuke subtitel. Voor goudvissen, tortelduiven en vrolijke geesten. Ja, dat is dus jouw autobiografie. Jij is een beetje dun voor een autobiografie. Ja, oké. Okay. En dan ben je nu dus op een gegeven moment aanbeland tot... wat dan misschien jouw internationale bestseller gaat worden. Ja. Daar ben je de laatste hand aan het leggen. Kun je iets vertellen over dat boek waar het over gaat, de essentie? Ja, nou ja, in ieder geval die laatste hand. Inderdaad, ik ben nu bezig met het voorwoord en voor de achterflap, zeg maar, die samenvatting. Mm-hmm. Dus het is wel echt... helemaal af, maar het is nog gewoon, het moet geschikt gemaakt worden om naar de drukker te gaan en dat soort dingen. Ja, ja. En ook daar heb ik twee dingen. Hè. Enerzijds is het gewoon een leuke roman waarin Diana en Ivo elkaar ontmoeten en goede tijd hebben met elkaar en reizen. En nou ja, wat gewoon interessant is om te volgen, hoe die twee dat doen. En in de tussentijd bewegen ze zich, zeg maar, in vier toestanden, zoals ik dat noem. En je zou dat kunnen zeggen culturen, of cultuurtoestanden, of innerlijke toestanden. Maar in ieder geval komen ze in vier toestanden terecht. En die toestanden, daar zitten wij allemaal af en toe in. En als je daar kennis van neemt, is mijn stelling dan... kan je een rijker leven hebben en kan je makkelijker tegenslagen hanteren. Je kan eigenlijk misschien wat meer genieten. Je kunt herkennen in welk toestand je zit. Ja. Ja, en die toestanden zijn dan, die heb ik dan vernoemd naar de seizoenen. Maar het zijn niet de seizoenen, maar dat maakt het makkelijker om het te begrijpen en om het te hanteren. Hè. Dus Lentedorp. Daar is een cultuur van optimisme, van groei, van beweging. He, sommige mensen willen daar altijd wel zitten in zo'n toestand. Mm-hmm. Dan kom je op Zomereiland en daar is ook overvloed, maar het is gewoon het zijn. Het hoeft helemaal niks, er is geen rimpeling, het is gewoon goed. Er wordt heel veel yoga gedaan daar op Zomereiland. Nou, en dan heb je Herfsthavenstad, noem ik dat dan. En daar is voor het eerst schaarste. En die schaarste die is in beweging. En die schaarste leidt ook tot wantrouwen. En een cultuur van angst. En een cultuur van controle. Dus een cultuur waar de meeste mensen liever niet in zitten. Mm-hmm. En dan tot slot heb je de herfstvlakte. Nee, de wintervlakte. Mm-hmm. En dat is dus ook weer schaarste. Maar dat is eigenlijk een schaarste die stilstaat. Dus je zou dat kunnen zien als een soort depressie. Er gebeurt eigenlijk niks meer. Je vraagt je af, ja, wat leeft daar nog? En dat speelt zich dan af in een psychiatrische inrichting. Oké. En het idee erachter is dus dat je in een week tijd alle vier de toestanden kan meemaken. Ja. Maar ook één toestand voor een heel jaar. Hè? Dus... het bewustzijn van ben ik lekker aan het groeien of wil ik even niet groeien, even niet die maakbaarheid of niet die groei, gewoon lekker van het zijn.
Of wil je wat gewoontes afbreken? Hè? Dat je zegt, nou, laat maar die frisse wind even doorheen gaan. En even wat oude gewoontes afbreken. Of zit je in de winter en hoeft er ook even helemaal niks. Is er schaarste en er is niks. En is er misschien nog bezinning een beetje zo. Hè? Dat kan ook weer mooi zijn in de winter. Je beschrijft eigenlijk een cyclus, zeg maar. Ja. Waarin de fases elkaar opvolgen. Ja, maar dat hoeft dus inderdaad niet dat te zijn. Niet. Nee, je kan ook. Je hebt mensen die zijn eigenlijk altijd ervaren die overvloed. Mm. Soms hebben ze zitten in de lente en overvloed en groei. En dan gaan ze in de zomer en dan gaan ze daarna weer terug naar de lente. Dus alle combinaties zijn mogelijk. En ik denk wel dat sommige mensen een voorkeur toestand hebben. Heb jij een voorkeurstoestand? Ja, nou, bij mij is het in ieder geval die beweging. Dus of ik groei lekker, of er is weer even afbraak. Oké. Interessant. Maar, en ik zou liever af en toe in die zomer, bij wijze van spreken, willen zitten van het is even goed. Maar als ik een dag bewegingsloos ben of zo, of in het zijn, dan word ik alweer onrustig. Dan moet ik weer. Okay. Dus bij mij, die overvloed of schaarste maakt niet zoveel uit als er maar die beweging is. En is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat het mooiste is als al die vier toestanden in een soort balans verkeren? Dus dat het een soort harmonieus geheel is? Nou, eerlijk gezegd heb ik dat niet. Okay. Ik heb ook een zoon die bij wijze van spreken altijd juist er in die zomertoestand zit. Die zet zijn Netflix aan en die haalt een bak chips. En er hoeft helemaal niks te gebeuren verder rest. Hè? Dus die, okay. dus op dat eiland werd yoga gedaan, maar dat doet jouw zoon dus niet. Nee, in het eiland is men, op zo'n eiland is men ook heel sterk wel in die staat van verwondering over de natuur. Want daar leven ze heel dicht bij die natuur. Mm-hmm. En in harmonie met elkaar. En er is ook wel feest. Alleen daar is de tijd is dan ook nog een heel wezenlijk onderdeel in het boek. Mag ik daar ook nog iets over zeggen? Je mag alles vertellen wat je wil. Als ik het niet leuk vind, dan knip ik het er achteraf uit. Net als Pauwnet. Oh, ja. Nou ja, kijk, in lente, er is altijd die belofte. Er is altijd die vooruitgang. Dus er is eigenlijk in de toekomst, de tijd van toekomst is heel lang eigenlijk in de lente. Ze kijken eigenlijk weinig terug, hè, want het is die vooruitgang. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, op zomereiland, daar is dan eigenlijk de tijd heel kort. Dus men leeft bij de dag. Dus men kijkt niet verder dan over een week. Dat is veel te ver. En een week terug ook niet. Dus die tijd is zeg maar heel kort. Dus de geschiedenis is er bijna ook niet. Dus er is een soort onthechting van het verleden en toekomst. Het is alleen maar dat nu. Mm-hmm. Nou, en in die herfst, daar is eigenlijk een altijd tijd tekort. Er is gewoon geen tijd. Er is schaarste aan tijd. Dus geen tijd om een ontmoeting te hebben met iemand. Er is geen tijd om te luisteren. Hè? Er is geen tijd om te leven eigenlijk. Ik ben aan het overleven eigenlijk. Ja. Dat is de beweging. Is dat de beweging van de overleving? Dat je als je stilstaat, dan red je het niet. Dus je moet in beweging zijn. Is dat zoiets? Dat begrijp ik niet helemaal. Zeg verder nog een keer. Nou, jij zegt er is geen tijd. Je bent altijd in beweging. Maar er is ook, ik zal maar zeggen, een neergaande beweging eigenlijk. Hè? Er is schaarste. En dan is mijn vraag, van, is dat dan ook eigenlijk een soort overleven? Dat je echt in het moment zit, omdat je steeds je hoofd boven water moet houden. Omdat je aan die schaarste, zeg maar, moet zorgen dat je daarin kunt overleven. Ja, ik snap nu wel beter je vraag. Ja. Maar eigenlijk, kijk, iemand die nooit tijd heeft... Ja. Die leeft ook eigenlijk niet echt. Mm-hmm. Nee, die overleeft misschien. Ja, in jouw terminologie overleeft hij dan. Maar er is dus eigenlijk een soort... Als er nooit tijd is, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Mm-hmm. Dat is echt een van de verschrikkelijkste dingen die er is. Weet je wel, er is geen tijd. Dus je gaat nog harder rennen, maar er is geen tijd. Want je moet te veel of zo. En daar is helemaal geen tijd voor. Mm-hmm. Heb je wel eens op een bankje gezeten tijdens het spitsuren? Bijvoorbeeld in Den Haag. Hè, en dat alle mensen... Je ziet de mensen... Fietsen of naar hun werk of terugkomen. Snel nog even boodschappen doen. Kinderen bij de crèche ophalen. Is dat een beetje die beleving van er is geen tijd? Ja, ik denk het. Ik kan me, ik,
Ik zit daar zelf niet aan te denken meteen, maar er is, okay. er is ja, als er geen tijd meer is of zo, als er een schaarste is aan tijd, hoe kan je dat uitdrukken als mens? Hè? Omdat mm-hmm. wij nou eenmaal, en dat is, kijk, ik zeg ook het zelf, hè? Dat is de andere grote component in het boek, hè? Dus het zelf of de ziel. Mm-hmm. Het zelf heeft niet alleen tijd, het zelf is ook tijd. He, dus als het zelf helemaal geen tijd meer heeft, dus als je zelfloos wordt en tijdloos wordt, ja, waar ben je als er geen tijd meer is? Dus wij mensen hebben nou eenmaal tijd nodig, ook al is het misschien kunstmatig of voor een deel of weet ik wat, he, maar om de boel te structureren, om een zelf te hebben, hebben we ook tijd nodig. En we zijn eigenlijk ook een beetje tijd. Dus als er eigenlijk heel erg tijd tekort is, is er ook een zelf tekort. Ja, terwijl in Zomereiland dan, zeg maar, daar is een overvloed aan tijd. Daar verdrink je eigenlijk in de tijd. Er is zoveel tijd, hè, dat je gewoon, ja, er is een eindeloosheid. Weet dat je wel? Niet hoeft te benoemen ook. Nee, dus je bent ook niet bezig met, hè, en in Lentedorp heb je dus wel die toekomst, zo, die tijd, maar eigenlijk die geschiedenis niet. En dat is ook alweer een beetje jammer. Heel interessant, dat idee. Ik heb het nog nooit zo op die manier gehoord zoals jij nu zegt. Dus dat is interessant. Wat heb je van jezelf in dat boek gestopt? Want het klinkt als een concept, maar het komt natuurlijk ergens vandaan. Het is jouw overtuiging, het is misschien de manier waarop jij jouw eigen leven naar je eigen leven reflecteert. Ja, nou, moeilijke vraag. Kijk. Het laatste deel, die wintervlakte, hè, dat gaat over een psychiatrische inrichting. Mm-hmm. Ik heb een aantal jaar gewerkt in een psychiatrische inrichting. Ik heb zelf ook wel eens 2 weken zelf patiënt geweest in een psychiatrische inrichting. Dus daar heb ik dan misschien iets van mezelf ingelegd. Mm-hmm. Hè, en in die lente, kijk, ik ben in mijn leven zeker 10 keer gewoon heel erg verliefd geweest. Hè, en... dus als die lente, die verliefdheid van Diana op Ivo, dat is, hoe zeg je dat? Ja, daar hoef ik niet, ik kan maar bepaalde gevoelens weer makkelijk voor me halen. Okay. Ja. Dus ja. Dat heb ik dat er misschien ingelegd. En ik heb een paar vriendinnen gehad, dat waren van die yoga mensen zoals jij. Ik ben niet zo lenig hoor. En dan had ik wel vaak die discussies over... het nu, wat dan soms ook tot het absurde ging voor mijn gevoel. He, ik zei eens tegen een meisje, zullen we nou vanavond bij jou of bij mij slapen? Nou, het was 10 uur 's avonds en we moesten ergens naartoe. En zei ze, ga je nou weer niet, je zit weer niet in het nu. Weet je wel, dus dat levert heel veel misverstanden op. Ook bij mezelf snap ik het ook, ben ik daar ook niet helemaal uit. Maar het is grappig, dus dat, nou ja, in de Zomereiland dat iemand die altijd met tijd kan leven, niet anders, om daar een soort tijdloosheid te creëren, dat is ook een lastig. Okay. Klinkt heel interessant. Klinkt, wat ik al zei, ik heb nog nooit eerder van deze, wat moet je zeggen, deze toestanden, zoals jij ze noemt, op die manier beschreven. Dus het wekt mijn nieuwsgierigheid op. Dus dat vind ik wel mooi. En ik vind het ook mooi dat je iets over jezelf vertelt, van wat je uit je eigen wereld in dat boek, zeg maar, tot uiting laat komen, tot expressie laat komen. Daar hadden we het natuurlijk over, want uiteindelijk is dat natuurlijk wat een boek is voor iemand die schrijft. Een expressie van iets dat ergens van binnen zit. Ja, en wat betreft net die, kijk, iedereen die een relatie heeft... of heeft gehad, of mensen in de omgeving zien. Je herkennen wel van in het begin toch die verliefdheid, hè, zo'n opbouw, alles is mogelijk, weet je, alle optimisme. Dan zo'n periode waarin het gewoon allemaal lekker gaat, dat je denkt, joh, dat zou niks anders doen, prima. En dan zo'n periode dat je denkt, ja, maar het was wel goed, maar het was niet eeuwig houdbaar. Misschien moeten we iets veranderen, weer iets doen, want... we willen misschien weer terug naar die lente, dat het zo lekker was. Mm-hmm. En dan soms een periode dat het weer uitgaat. Of dat je samen dan in de winter zit. Dat je denkt van ja, wat hebben we nou eigenlijk samen?
Nou, dat is allemaal niet gek. Maar als je dat herkent, dan kan je dus ook weer toch weer terug in die lente of zo. Kun je dat zelf oproepen? Oh ja. Nou, ik probeer dus echt af en toe meer op zomereiland waar overvloed is en rust en het zijn. En ik denk wel, als ik daar echt mijn best toe doe, dat dat een beetje lukt. Zo, een beetje in die verhouding. Okay. En hoe doe je dat? Nou ja, richting te geven. Of hoe zeg je dat? Gewoon om even geen mensen uit te nodigen. Even een heel relaxed muziekje op te zetten. Even, hè. Gewoon maar te gaan zitten of liggen en denken van, joh, het is goed, weet je, dit is het zijn. Je kan niet altijd rennen of je hoeft niet altijd te denken. Soms is het ook wel eens een tijdje lekker om er even niet te denken. Mm-hmm. En we hebben het eigenlijk over die toestanden waar je als individu dan in kunt verkeren. En in het boek zijn het dan Ivo en Diana, die gezamenlijk in dezelfde toestand steeds verkeren? Oh, wat een leuke vraag. Ja. Nou, kijk, nee, want dan ga ik wel veel verklappen misschien. Oh, maar kijk, nou, zeg niet te veel, maar tot nog toe vind ik het een aardige teaser. Kijk, Diana, die heeft als voorkeurstoestand zomereiland. Ja. Die wil gewoon, die hoeft helemaal niks. Die was van oorsprong opgegroeid in Lentedorp. Er moest altijd groei, er moest altijd ontwikkeling. Mm-hmm. Die was dat zat. Dus mm-hmm. Die komt op zomereiland, die hoeft helemaal even niks meer. Die doet de yoga oefeningetjes. Die kijkt naar de zee. Weet je, die is met de mensen. Die is helemaal gelukkig daar. En Ivo is eigenlijk, die moet die beweging. En herfst is voor hem ook goed. Er is wel schaarste, maar dat vindt hij toch wel lekker. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dan verhuizen ze op een gegeven moment. Want Ivo trekt zomereiland niet. Want ze denken, het gaat helemaal vertroebelen. Ja, ja, ja. He, er is helemaal geen tijd meer. Er is geen zelf meer. Dus hij kan niet meer denken. Dus hij is niet gelukkig, Ivo. Dus hij zegt, Diana, kom op, mee. Dus ze weten het ons soort van te ontsnappen uit dat eiland. Komen dan op Herfsthavenstad. Maar daar wordt Diana helemaal gek. Want die heeft altijd geleefd in overvloed. Mm-hmm. En die moet nu in schaarste leven met mensen die achterdochtig zijn en wantrouwen. He, Diana wordt helemaal gek. En die krijgt dan op een gegeven moment ook een aanval in dit boek dan, zeg maar. He, maar gek genoeg, dus Ivo wordt op zomereiland niet blij. En Diana op Herfsthavenstad. Dus hoe moet dat als twee mensen die zo verschillend zijn? En hoe moet dat nou met een hele samenleving? Ja, nou, ik denk zelf van wat ik ervan begrepen heb, dat we in de jaren 50, 60 een enorme lange periode van opbouw hebben gehad in dit land. Mm-hmm. Ja, en dat er uiteindelijk een periode, je zou dat de lente kunnen noemen, daarna is er een periode gekomen van meer zomer, van het gaat goed, jaren 90, jongens, we hebben alles. Mm-hmm. We kunnen alles kijken op het grote scherm en we kunnen reizen maken. En ik heb toch de neiging om te zeggen dat we vorig jaar in een soort herfsttoestand zijn beland. Hoe dat economisch is, kan ik niet zo goed zeggen. Maar qua ontwrichtende dingen gewoon in de samenleving zelf. Mensen die schaarste ervaren, zeg maar. Ja. En dan hoeft dat natuurlijk niet eens zozeer materiële schaarste te zijn. Maar het kan natuurlijk ook schaarste zijn, bijvoorbeeld van je vrijheidsbeleving. Hè? Want dat is denk ik waar we afgelopen jaar veel op hebben ingeboet. Ja. Ik bedoel, wij kunnen zometeen niet even lekker op een terrasje, nou ja, het is een beetje fris buiten, maar op een terrasje een biertje gaan drinken. Hè? Dat pleziertje is ons ontnomen. Ja, nou ja, er is in ieder geval misschien dat er voor een deel ook al schaarste was, hè. Doordat er wel overvloed was met allerlei prikkels en techniek, hè, en dingen. Maar die schaarste van gewoon tijd hebben voor hetzelf en tijd hebben voor elkaar. En tijd voor, ja. En ook gewoon doordat dat perspectief natuurlijk ook een beetje verdwenen is. Van oké, we hebben even schaarste, maar het lijkt erop dat bepaalde dingen wel schaars blijven en best al lang schaars zijn. Dus het zou zomaar kunnen, in mijn theorie,
dat deze schaarste uiteindelijk gaat belanden, dat je toch op wintervlakte terechtkomt en dat het dus grote groepen depressief worden. Ja. Maar het kan ook zijn dat we toch alweer eerder gewoon naar die lente gaan. Weet je? Ja. Het is niet dat we die volgorde per se... Maar ik vind het een mooie indeling. Het is natuurlijk mooi, zoals jij dan inderdaad periodes in onze recente geschiedenis beschrijft, waarin een bepaalde toestand de boventoon zou hebben gevoerd. Die opbouw, het zijn in de zomertoestand van overvloed. En dan inderdaad, het klinkt helemaal niet gek, dat we nu in een soort schaarste zitten. Misschien zaten we er inderdaad al in, maar dat je nu inderdaad voelt dat er iets moet gebeuren. Want zo, zoals het nu is, en met alles wat natuurlijk op ons afkomt, al die onzekerheid en al virussen, maatregelen, vaccinaties, nou noem het maar allemaal maar op. Dat is allemaal niet dat je zegt, nou, ik zit hier lekker op zomereiland, laat maar komen. Nee. Als samenleving. En dan zullen er misschien individuen zijn. En dan zie je weer ook inderdaad dat een deel van de groepen, die ervaart heel sterk schaarste. Die dat ook gewoon vanwege hun onderneming, of vanwege dat ze hun familie niet meer zien. Ja. Dus een deel ervaart schaarste. En een ander deel die wil bijna krampachtig vasthouden dat er niks aan de hand is. En dat het gewoon een soort, dat we op zo'n eiland zitten. En dat het een windje is die overbaait. Maar ja, anderen ervaren dat echt als een tsunami van inderdaad vrijheidsberoving of zo. Ja, of interessant hoor, interessant. Wanneer verwacht je dat het boek uitkomt? Nou, ik heb daar mijn schema hangen. Ja, februari hoop ik gewoon nog wat aan marketing te doen. Maart gaat hij naar de externe... Nou, ik denk mei of juni dat hij dan... bij de plaatselijke boekhandel, als die dan nog bestaat. Nou, zo erg zal het niet zijn, maar dan hoop ik gewoon een paar honderd boekjes te bestellen. Zo zie ik dat in eerste instantie. Ja. En dan gaan we zien. Maar ik heb al heel veel voldoening gehad van het creatieve proces. Voor mijn gevoel ben ik een rijker en gelukkiger mens geworden door gewoon maar te oefenen en te modderen. Hè, zo. Mm-hmm. En als er dan ook dat resultaat straks ligt, nou ja, dan vind ik het, dan kan ik met een gerust hart straks naar de andere kant gaan. Niet dat ik dat van plan ben, maar dan heb ik... Uiteindelijk onvermijdelijk. En maar misschien schrijf je nog een paar bestsellers voordat het zover is. Ik wil in ieder geval hartstikke bedanken voor dit gesprek en voor het tipje van de sluier wat je hebt opgelicht. Nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik zeg het nog maar een keer. Ik vind het interessant. Ik kijk ook uit naar mei. Misschien ineens, terwijl ik zo in de camera kijk en zie wat er achter me is. Ga je ook zelf het ontwerp van de cover, van de kaft? Ja, dat ben ik wel van plan. Oké. Ik heb geloof ik iets van 16.000 foto's gemaakt. Dan wordt het misschien volgend jaar mei. En dan denk ik aan één lente dorp hè? En één zomereiland. Dus dat je het een beetje kleurrijk. Of... Ja. Mooi. Ja, gaan we een hand geven? Want ik vind het zo leuk. Chris is zo'n leuke vent. Hè? Ja, jij bent ook een leuke vent. En ik vind het een heel fijn gesprek. En wat ik al zeg, ik ben heel benieuwd hoe dat boek eruit gaat zien. Mocht jullie interesse hebben, als jullie dit zien, laat het dan eventjes ook weten aan mij. Of je kunt rechtstreeks met de René Kameraad met C en T contact opnemen. En wellicht kom je dan op de mailinglijst om op de hoogte te worden gehouden van de stappen die er nog ondernomen gaan worden tot de uiteindelijke lancering van het boek. Hè? Ja. Nogmaals, dankjewel. En ik ga er een punt achter zetten. En ik zie die... Hey, zo toch? Hey, en hopelijk tot snel en nogmaals dankjewel.